Ja, ruim 2500 meisjes in Nederland heten ISIS. Een naam die vanwege de terreurbeweging steeds vaker negatieve reacties oproept. Nou, Dorinda Jansen heeft daarom besloten om de naam van haar 5-jarige dochter te veranderen. Wat was uiteindelijk de concrete aanleiding? Dat je dacht van oké, ISIS kan niet ISIS meer heten. Dat heeft te maken met 2 weken geleden. Dat Facebook op een gegeven moment besloot om alle meisjes die ISIS heten om van Facebook af te gooien. En toen ze kunnen dan wel... Gewoon zonder aankondiging werd je gewoon eraf gegooid als je ISIS heet? Ja, en dan mocht je wel weer op Facebook als je je kon legitimeren. En dat was eigenlijk wel de aanleiding dat wij dachten van nee, dit gaat wel erg ver. En ook natuurlijk met de aanslagen daarbij, ja, was dat wel voor ons de reden. Werd jullie er veel op aangesproken? Werd zij er veel op aangesproken? Nee, helemaal niet. En ook sommige mensen dat ik zei van nou, we gaan de naam veranderen. Ook heb nooit die link gelegd, nooit. Maar ik had er zelf heel veel moeite mee. Voor mij eigenlijk van, ja, ik ging naar Fantasialand in dit geval en ik was haar kwijt. Ik word er weer emotioneel van. Maar, Ben jij de man? Ik ben de man. Oh, sorry. Doe jij het maar. Ik doe het wel bij jou. Ja. Nee, voor de zekerheid, weet je. Dat je geen gekke dingen... Je hoeft niet zo emotioneel te worden. Nee, maar ik snap het. Je bent aan het roepen, je bent er kwijt. En dat heeft maar 2 minuten geduurd. Maar je bent aan het roepen en haar naam aan het roepen. Isis, ik hoor... Ik vind het heel moeilijk om haar naam zelfs te zeggen. Dus ik ben blij dat jij het zegt. En ik ga rennen en... Ja, mijn schoonmoeder zei op een gegeven moment, dat moet je niet meer doen, dat moet je niet meer willen. En ja, op dat moment... De mensen kijken. Tenminste, je voelt de mensen kijken. Ik weet niet of ze echt kijken, maar je voelt van... Dat er is iets aan de hand. Of ja, en ik was mijn dochter kwijt. Kijk wat een mooi kind jullie hebben. Ja, ze is prachtig. En hoe heet ze nu? Ze heeft hem zelf meegekozen. Dus dat was ook nog niet, dat was ook nog wel een dingetje. Want wij hadden zoiets van, nou, Isis, Iris, Lisa, Isa... Isa is een hele mooie naam. Heel mooi, maar dat wilde ze niet. Ze is 5, ze wilde niet. Toen zei mijn man van, ja, Bella. Ik zeg, ja, Bella, dan moet ik meteen aan een koe denken. Ja. Ja, sorry. Of een hond. Of een hond, ja. Bella. Ja, sorry van alle mensen die Bella heet. Bella vind ik een hele mooie naam. Nee, het is een hele mooie naam. Sorry. Ik vind het een mooie naam, Bella. Ja. Het is een hele mooie naam. Maar we kwamen uit op Isabella. Oh. En zij was gelijk helemaal... Ja, je ziet en een nieuw naamkaartje. Ja, ik wilde dat per se ook voor in het... Het lijstje, voor dadelijk daarna wil ik gewoon dat het echt Isabella wordt. Dus het is Isabella, ja. Elisa, Dora. Ja, want ik zei ook al de tweede naam, Elisa. Nee, wilde ze ook niet. Ja, Dora, nou, dat was... En vergis je wel eens? Nu niet meer. Maar voor mij, ik ben zo opgelucht dat ze nu Isabella heet. En dat ik ze gewoon kan roepen op straat. En dat ik gewoon kan zeggen van Isabella, kom, je moet komen. Er zijn meer mensen die met dit probleem natuurlijk kampen. Als je kijkt naar een grafiek die we hebben. Dat je ziet dat in het begin, jaren 40, 50, 60, was ISIS helemaal geen populair... Je vindt het lekker met mij zo staan, hè? Wil je nog een dochter? Nee, maar als je kijkt naar hoe de populariteit is afgenomen van de naam... Ik geloof dat in 2014 nog iets van 102 kinderen ISIS heet. En, dus het neemt enorm af in populariteit. Jullie hebben het op die manier opgelost. Wellicht, was het lastig trouwens om dat te doen, een naam veranderen? Het is niet gemakkelijk, nee. Je moet echt via de rechtbank moet je de naam laten wijzigen. Dus dan komt nog wel een proces aan vooraf. Het is nog niet officieel, hè? Nee, het is nog niet officieel. Maar ik wil het wel in haar paspoort wil ik het wel graag hebben. En dan moet het inderdaad via de rechtbank en dan moet het goedgekeurd worden. Hmm. Dus ja, ik hoop dat de rechter daarin instemt en dan dat het ook in haar paspoort... Dit lijkt mij wel een zeer reële grond. Maar de rechter beslist daarin. Jawel, maar de rechters in Nederland zijn slim. Ze zijn wijs. Hopen wij ook. En ze horen het verhaal en dan laat je dit bandje zien van RTL 8, dan snapt hij het meteen. Ik hoop het. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor het verhaal.